Het ministerie van Openbare Werken heeft vanmorgen medewerkers die met pensioen zijn gegaan en medewerkers die 25, 30, 35 en 40 dienstjaren erop hebben zitten, gehuldigd. Volgens HR-manager Sharita Pardesi moeten de gepensioneerden zich goed voorbereiden op het ophouden met werkzaamheden voor de overheid. Niet ieder is daarop goed voorbereid, meende HR-manager. Volgens OW-directeur Satish Mohan heeft elk individu hard zijn best gedaan voor het ministerie. Je hebt mensen die daarop voorbereid zijn, maar wij gaan er niet. Vangt u het goed op. En wat je aangeeft, het is niet één, de einde is niet hier, we kunnen nog heel veel gaan betekenen. En daar is een goed voorbeeld ook, meneer Deulashman, die in ons midden zit. Hij is al jaren gepensioneerd, maar we kunnen altijd een beroep op hem doen. Zowel sociaal werk als bankswerk. Noem maar op, we kunnen altijd dat doen. Bepaalde die ik persoonlijk ken, weet ik dat ze in de organisatie hun kennis niet voor zichzelf houden, maar iedereen proberen op te bouwen die er van binnen zit. Dank u wel daarvoor. Degenen die met pensioen zijn en toch nog hebben geprobeerd, toch nog hun diensten daarna hebben verdiend, dat zal me zo blij. Dank u wel daarvoor. Dat geapprecieerd. De organisatie had dat nodig om die ondersteuning extra nog te krijgen aan de pensionairen. Sorry voor de BSW, ik ken dat één of twee personen, maar het is niet om onaardig te zijn. Maar ik had. Nee, dank u wel nogmaals. Minister Riad Nur Mohammed geeft aan met bewondering te kijken naar de groep die afzwaait. Terwijl een deel uitkijkt naar pensioen, wil een ander deel haar krachten nog blijven inzetten voor het ministerie. Sommige mensen willen echt met pensioen. En ik zou inderdaad zeggen dat je inderdaad voor je met pensioen gaat moeten nadenken voor de toekomst. Ik denk dat Suriname zich verder ontwikkelt en groeit. En er is heel veel nood in de zorg. Bij ondernemers, bij sociale instellingen. Je kan wat doen. In het verleden waren we bijvoorbeeld bij Aziaren. Die zoeken dringend mensen. Ze hebben gewoon niemand. Je moet wel verpleegster zijn, maar de basisdingen kunnen we doen. Dus dat is echt een voorbeeld. Je kan dus ergens wel misschien aan je trekken komen of helpen. In het uiterste geval zijn er zoveel kerken, moskeeën, tempels die mensen zoeken voor de helpende hand. Dus daar kan je op terecht. Ik heb dat zelf ook ingeschreven. Nu alvast. Bij het gemeentehuis. Denk aan een pensioen. Er zijn in totaal 531 personen gehuldigd door het ministerie van Openbare Werken.